Paragraaf 4.6 gaat over Hitler en hoe hij aan de macht komt. Uh, dan gaan we het ook weer even hebben over hoe slecht het gaat in Duitsland. En we komen uiteindelijk komen aan bij de rassenleer van de Natie's. Uh, jullie kunnen uitleggen waarom Duitsers boos waren over de vrede van Versailles. Jullie kunnen straks beargumenteren dat Hitler op een democratische manier aan de macht kwam. En het codewoord hierbij is beargumenteren. Dus... Ben je het ermee eens? Ja of nee? Maakt niet uit. Het gaat er meer om hoe leg je dat uit. Daar, dat gaat ook op de toets komen. En jullie kunnen de rassenleer uitleggen. Goed, nou, we beginnen in 1930. En in 1930 is er een enorme ontevredenheid in Duitsland. In 1930 is Duitsland kwaad. En dat heeft drie belangrijke redenen. De eerste is de vrede van Versailles. Want daarin heeft Duitsland heel erg veel grondgebied en alles af moeten staan. En dat wilden ze niet. En geld moeten betalen, uh, manschappen zijn ze kwijt, erf kolonie zijn ze kwijt. En daar zijn ze verschrikkelijk kwaad over. Maar de tweede is er een hele zware economische crisis. Dat is die crisis die je nog kent van paragraaf 3 uit mijn hoofd. 4 uit mijn hoofd. De enorme ontevredenheid in Duitsland vanuit die zware economische crisis, die komt vanuit Amerika. Dus de aandelenbeurs is daarin, aandelenhandel is daar ingestort en daardoor is er heel veel problemen allemaal en iedereen heeft het allemaal slecht. En daardoor is in Duitsland een hele grote hyperinflatie. Gebeurt. Het geld is daar niks meer waard. En deze twee problemen zorgen ervoor dat mensen naar de politiek toe kijken om, om die politiek uh, in de hoop dat de politiek het op kan lossen in Duitsland. Maar de politiek in Duitsland lost het helemaal niet op. De politiek in Duitsland uh, blijkt helemaal niet opgebouwd, uh, opgewassen te zijn tegen deze problemen. Dus dat betekent dat mensen het vertrouwen in de politiek in Duitsland gaan verliezen. En Dan gaan ze meer kiezen voor de extreme politieke stromingen zoals het communisme en het fascisme. Deze nam even over. Um, Adolf Hitler, die komt dan op. En Adolf Hitler die komt in die tijd op um, als de leider van de Nationaal Socialistische, uh, Socialistische Duitse Arbeiderspartij. De NSDAP. De NSDAP moet je gewoon onthouden als de partij van Adolf Hitler. Hij belooft een aantal dingen. Um, hij belooft de werkloosheid aan te pakken. Hij belooft dat hij de vrede van Versailles terug gaat draaien. Dus alles wat er wordt afgesproken in de vrede van Versailles, daarvan zegt hij dat gaat niet meer gebeuren en wij houden er gewoon lekker mee op. Um, en hij geeft joden, communisten en de regering de schuld van alle problemen. Dat laatste is belangrijk. Dat is heel de reden waarom mensen hem zo tof vinden in Duitsland. Niet alle mensen, maar een hoop mensen. Hij geeft aan Duitsers aan: van kijk, het is hartstikke slecht in het land. Het gaat totaal niet goed. Maar dat is helemaal niet jullie problemen. Zij, zij en in dit geval is zij de Joden, de communisten en de huidige regering. Zij zijn jullie gewoon aan het naaien. En er, er gaat, het wordt alleen maar erger omdat zij uh, stiekem de macht hebben. Ik ga ervoor zorgen dat jullie je macht weer terugkrijgen en dat uh, ik ga het gewoon oplossen dat al deze oneerlijke mensen verdwijnen. Dat is wat hij gaat zeggen. En door propaganda komt de boodschap van Adolf Hitler heel, uh, bij heel veel mensen aan. En Propaganda is dan eigenlijk gewoon niks anders dan um, hem positie. ja reclame voor Adolf Hitler eigenlijk onthoud het maar zo het is gewoon reclame voor Adolf Hitler. De NSDAP heeft daarnaast ook nog een andere tactiek om tegenstanders bang te maken, om uh, meer stemmen te kunnen krijgen en dat is de terreur. De terreur is eigenlijk niks anders dan mensen bang maken die op andere partijen zouden willen stemmen dan op de NSDAP. Dus jij wil gaan stemmen op de communisten? zou ik niet doen. Hier, ik heb een stok en jij hebt knieschijven en nu heb je geen knieschijven meer. Dat is eigenlijk wat er hier gaat gebeuren. De terreur gaat de straten op om mensen bang te maken. Die zouden willen gaan stemmen op partijen waar Adolf Hitler het niet mee eens is. Nou, de weg naar de totale macht. In 1932 wordt de NSDAP verkozen tot de grootste partij van Duitsland. En dat betekent dat Adolf Hitler de Rijkskanselier mag gaan worden. En de Rijkskanselier is eigenlijk ja, de minister-president van Duitsland eigenlijk. Um, hij is dan de Rijkskanselier. Uh, in 1933 wordt hij dat ook. Dat heeft heel lang geduurd voordat hij dat ook daadwerkelijk is, want er is er heel erg veel overleg geweest. Want Rijkskanselier houdt eigenlijk in dat je samen moet gaan werken met andere partijen, maar dat wil hij absoluut niet. Dus dat is lastig. Um, maar goed, hij is nu de Rijkskanselier, maar dit is nog niet genoeg voor hem. Hij wil eigenlijk de totale macht hebben in Duitsland. Hij wil de dictator worden van Duitsland eigenlijk. En dan gebeurt er iets wat voor hem echt fantastisch is. Het is echt als een geschenk uit de hemel komt. Um, dat is deze man. Dat is Marinus van der Lubbe uit Leiden. En hij, heeft, uh, hij merkt allemaal op dat er allemaal fascistische regeringen aan de macht komen. En in Duitsland ook. En hij denkt: dit vind ik gevaarlijk. Dus hij gaat naar Berlijn toe. En hij steekt de Rijksdag in brand. De Rijksdag is de plek waar de Duitse regering zit. Waar het Duitse parlement zit. En omdat hij dat doet. Kan Adolf Hitler zeggen: oh, deze man, deze communist, want hij was een communist, deze communist uit Nederland, die is hier naartoe gekomen en die heeft ons aangevallen. Kijk, ik heb de hele tijd gezegd dat communisten de meest gevaarlijke mensen van de wereld zijn, dus ik ga ervoor zorgen dat dat opgelost wordt. En als je mij nu even alle macht in duizend geeft en noodwet uitroept, zodat ik alle macht heb, dan ga ik dit oplossen voor jullie. Dan ga ik het oplossen. En dat gaat ook gebeuren. Hij krijgt eh, daarom krijgt hij eh, de macht. Om Duitsland te redden. Hij krijgt de totale macht. En hij geeft die niet meer terug. Daarom is het ook zo dat wij vanaf 1933 niet meer spreken over Duitsland. Maar over Nazi-Duitsland. Nazi-Duitsland krijgt ook een andere vlag. Dit is die vlag van Nazi-Duitsland. Um, Nazi In Nazi-Duitsland worden tegenstanders van het regime verwijderd. Dit is hoe, hoe het leven in Nazi-Duitsland is. Tegenstanders van het regime worden verwijderd. Dus communisten worden verwijderd. Joden worden, nou nog niet, later pas. Maar communisten in ieder geval, want dat zijn op dat moment echt gevaarlijke groepen met mensen. Die worden verwijderd. Um, knokploegen komen op straat. Dit dus zijn de knokploegen zoals de SA. Die gaan de straat op. En die gaan iedereen die ook maar een beetje verdacht is, die gaan ze elkaar slaan. Er komt de geheime politie, de Gestapo. De geheime staatspolitie. Die iedereen in elkaar gaat. Uh, in elkaar gaat houden. Uh, in de gaten gaat houden. In de hoop. Uh, erachter te komen wie geheime communisten zouden zijn en mensen die uh, verdacht zijn die verdwijnen uit de samenleving en er komt propaganda in kranten tv en op radio en eo oh, dat is dom tv hadden ze nog niet maar goed uh, in kranten en radio en nu komt die propaganda ook op scholen en dat is heel vreemd want dat betekent dat als jij uh, dan heb je niet meer wiskunde sommen van twee en drie is vijf maar uh, Adolf Hitler valt drie uh, ...verband drie communisten en twee uh, joden uit Duitsland. Hoeveel enge mensen heeft hij verbannen uit Duitsland? En dat zijn eigenlijk de, de sommen die je in Duitse boeken kunt verwachten. Er wordt daar in de geschiedenisboeken wordt er heel de tijd gepraat over hoe fantastisch Duitsland vroeger was... ...en hoe beter het gaat, weer gaat worden in de toekomst. En dat is uh, de propaganda die op scholen nu ook wordt geleerd aan mensen, aan, aan kinderen. Kinderen worden geleerd hoe zij een goede natie moeten zijn. Maar mensen waren nog wel tevreden met Adolf Hitler. Want hij doet heel veel rare dingen. En een beetje enge dingen. Maar hij doet ook heel veel goede dingen voor het volk in Duitsland. Want hij stopt met die herstelbetalingen. En dat zorgt ervoor dat de economie in Duitsland weer gaat groeien. Mensen hebben weer geld, mensen kunnen weer werken, mensen die hebben te eten. Er is geen hongersnood en er is geen geweld meer. Er is een soort van stabiliteit in Duitsland teruggekomen. Hij laat heel veel snelwegen bouwen. En dat zorgt ervoor dat uh, mensen die snelwegen moeten gaan bouwen. En dat zorgt ervoor dat er minder werkloosheid is. Maar aan de andere kant zorgt dit er ook voor dat er betere handel is in heel de wereld. In heel de wereld, in Duitsland. Waardoor de economie weer stijgt. Hij gaat een leger bouwen. Het leger mocht maar 100.000 mensen zijn, nu gaat hij het weer enorm groot maken. En dat doet hij omdat hij wil dat het Duitse leger um, heel Europa eigenlijk aan gaat vallen. Dat zegt hij nog niet, maar dat wil hij uiteindelijk wel. En ook hierdoor daalt die werkloosheid. Want mensen die nog niet, geen werk hadden, die gaan nu in één keer bij het leger. Dus de werkloosheid in Duitsland zakt van 30% tot 7%. En dat is voor Adolf Hitler echt een teken om te zeggen van kijk eens, ik ben goed bezig. En heel veel mensen hebben daar ook vertrouwen in hem. Dus het wordt een vrij stabiel land. Dan nog de rassenleer. En de rassenleer is eigenlijk een um, hele vreemde leer. En het rassenleer zegt dat het Aries, oftewel Duitse, superieur zou zijn. En dat dat niet mag vermengd worden met lagere rassen. Um, Duitsers die zien zichzelf als de Ubermenschen. Uh, de, dat zijn Germaanse mensen zoals dus Duitsers, Nederlanders en Br Britten. Dat zijn mensen met blond haar en blauwe ogen. Zo kun je zo, blanke mensen met blond haar en blauwe ogen. Um, zo kun je ze onthouden. En... Deze mensen die zouden eigenlijk het volledige recht moeten hebben om over iedereen te regeren. En om um, dit ras mag ook niet vermengd worden met lagere rassen, want het moet gewoon puur uh, blank blijven. Dan zijn er Untermenschen, die staan daar tegenover. Untermenschen dat zijn Slavische mensen, zoals Russen en Polen. Slavisch is een volk, een taalgebied. Uh, maar dat zijn Polen en Russen. Dat zijn Untermenschen. Die, die hebben nauwelijks bestaansrecht. Dat zijn homoseksuelen. Dat zijn zigeuners en dat zijn Joden. Dat is, uh, dat is een deel van het antisemitisme in Duitsland. Dit zijn allemaal mensen die uh, echt, verdwenen, echt zouden moeten verdwijnen in deze Arische leer. En die ervoor zouden moeten zorgen dat Duitsland. Uh, nee, sorry. Deze mensen die moeten vervangen worden door uh, goede Arische mensen. Dat is heel de rassenleer van Duitsland. Dat is een hele vreemde theorie waardoor mensen. Um, mensen worden daadwerkelijk weggezet als vijanden van het regime, gewoon omdat zij een andere afkomst hebben. Maar goed, um, de les doet er nogmaals. Jullie kunnen uitleggen waarom Duitsers boos waren over de vrede van Versailles. Dat heeft ermee te maken dat de vrede van Versailles ervoor zorgde dat Duitsland um, heel veel land af moest staan, heel veel geld af moest staan en geen leger moest afstaan, koloniën moest afstaan. En dit was gewoon oneerlijk, dat zagen de Duitsers. Um, je zou kunnen zeggen dat Adolf Hitler op een democratische manier aan de macht komt, omdat hij um, is verkozen tot de NSDAP is verkozen tot de grootste partij van Duitsland en hij kreeg die wet, uh, de, de, de totale macht kreeg hij vanuit het parlement en dat was democratisch. En jullie kunnen de rassenleer uitleggen. De rassenleer was um, dus dat systeem van übermensch en untermensch, zoals net uitgelegd. Goed, hey, succes met de toets en ik zie jullie ja, volgende week weer, ergens.